zo meteen weer een creatieve les van juf Nina. En we hebben wc-rollen nodig. En ook een schaar en stiften. Dus als je die nog niet hebt, moet je die even pakken. Martijn is die ook net gaan halen, want die was het vergeten. Hoi! Hoi, heb je het? Ja, ik heb ze. Oké. Ja. Oh. En we gaan ook knippen. Ja, je moet ook een schaar, inderdaad. Oh, dat komt echt super goed uit, want ik moet eigenlijk naar de kapper. Kunnen we niet... Oh, dat mag natuurlijk niet. Nee, maar Rutte, hè, dat zag ik, dat hij dus misschien gaat vragen aan zijn kapper of die wil 2 meter op afstand wil gaan zitten en dat hij dan zelf moet gaan knippen. En dat de ander dan moet zeggen of hij het goed doet? Ja. Oké, dat kunnen we doen. Dus als ik zo ga zitten... Stel voor, ik ben kapper, dan zeg ik, oké, Martijn, je moet iets meer naar links. Knip. Oh, ja, okay. En iets meer naar rechts. Knip. En iets meer naar boven. En naar beneden. En, oh, nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Nee? Ja, maar zometeen knip ik mijn eigen vingers. Nee, want ik zorg dat dat dan niet gebeurt. En dan maak ik echt een heel mooi kapsel ervan. Oké, dan doe ik het. Dan begin ik aan de volgende. Oh ja, doe een pony. Dan kan ik het beter pony zien. Ja, echt super. Hallo, Nina. Ja, ik moet naar de kapper en dat kan natuurlijk niet. Ja. Oké, ik heb veel te lang haar. Ik kan niks meer zien. Je kan ook een staartje doen, toch? Zeker. Ja, hartstikke leuk. Ik kan wel een staartje doen. Een staartje doen. Ik ben juf Nina en vandaag gaan wij knutselen voor Pasen. Woehoe. Ja. Wij gaan 3 dingen maken. En voor mij is Pasen altijd heel vrolijk. Dat zijn altijd met de bloemetjes en paaseieren en ja, kuikentjes en konijnen. Nee, dat gaan we nog doen. Ja? Ja? Ja. In dit lokaal, juf Nina, kan je ook paaseieren zoeken. Ja, ik dacht al dat ik ergens iets zag. Ja. Ik moet zoeken. Kan je die opeten? Nee, die kan je niet opeten. Jammer. Ik ga jullie 3 kleine knutseldingen uitleggen om Pasen nog wat vrolijker te maken. En dan gaan we beginnen met iets wat bij mij altijd bij Pasen hoort. En dat zijn eieren. Wij eten met Pasen altijd eieren. Dus wij gaan. Ja, chocolade-eieren, maar ook echte eieren. Nou, oké. Wij gaan eierdophouders maken. Yeah. Wauw. Ja. Nou, hebben jullie, als het goed is, allemaal lege wc-rolletjes. Ja. Heel goed. Hoeveel moet je er hebben? 3. Ja. Voor elk ding gaan we een nieuw rolletje gebruiken. En voor 2 eierhouders hebben wij 1 wc-rolletje nodig. Oké. Dat is heel makkelijk. Oké, we beginnen bij de eerste. Mm-hmm. En bij de eerste stap. Dit wc-rolletje ga je recht door midden knippen. Dus op deze lijn. Oké. Okay. Precies door de midden. Ja. Dan moet je een beetje erbij vouwen, maar dat is allemaal niet zo erg. Een wc-rolletje die wil gewoon ook wel weer terugspringen altijd. Oké. Daar gaat hij wel. Het is wel een beetje stijf, dus pas op voor je vingers. Dat het papier nogal hard is. Dat je in je vingers knipt. Zo. Het is wel een beetje scheef. Maar als je wc-rol nou nog niet helemaal op is, wat moet je dan doen? Moet je hem dan helemaal afwikkelen? Nou moet je gewoon heel vaak naar de wc gaan. Oh ja. Of het hele huis schoonmaken met alles wat je nog over hebt. Dit zijn het begin van je 2 eierdophouders. Nou zijn ze aan 1 kant nog helemaal recht, want dat was het uiteinde. Dus die doe ik onder. Dan weet ik zeker dat mijn eierdopje goed recht staat straks. Oh ja. Oké, wat we gaan doen is dat we konijntjes gaan maken. Oeh. Of paashazen eigenlijk. Paaskonijntjes. Paaskonijntjes. Ja. Zodat je ei er straks niet doorheen valt, want nu is het gewoon een gat. Als je hier een ei in stopt, dan plopt het aan de onderkant weer uit. Ja, dat is onhandig. Ja. Ja, dat willen we niet. Nee. Gaan we eerst 2 soort van vleugeltjes maken die we naar binnen gaan vouwen. En dat gaan we doen door 2 knipjes te maken tot ietsje voorbij de helft van je rolletje. Okay. Dus ik heb hier een vleugeltje geknipt. En juf Nina, moet het dan aan de platte kant of aan de scheve kant bij mij? Aan de scheve kant, ja. Oh, aan de platte kant daar gaan we niet knippen, want die komt gewoon straks te staan. Oké. En tegenover geef ik hem nog een vleugeltje. Daar precies tegenover? Ja. En hoe diep moet het vleugeltje zijn? Hoeft niet heel helft, precies hoor. Tot ietsje voorbij de helft. Tot ietsje voorbij de helft. Ja, dus dat je straks hier een mooi ringetje krijgt. Oeh, oeps. Ik heb doorgeknipt. Nou nee, niet helemaal, maar de ene is nu verder dan de ander. Oh jee. Dat maakt niet zoveel uit, want je gaat hem naar binnen vouwen. Dus dan kun je er alsnog, weet je, dan vouw je hem gewoon recht. Dat maakt niet uit als eentje dan ietsje verder gaat of niet. Wat deed je? Zet dat. Sommige mensen zeggen dat je dan een elleboogje krijgt. Nee, een telefoontje. Ja, een telefoonbordje. Telefoonbordje. Oké. Dus nu ziet je rolletje er zo uit.
kan er zo iets in zetten eigenlijk. Mijn vinger past heel makkelijk snap in bij mij. En ik heb ze naar binnen gevouwen. Oh, ik heb het niet goed gedaan. Dit zijn de vleugeltjes waar je je eitje zo in kan zetten. Als je het nou niet goed hebt gedaan, dan gebruik je nu gewoon die andere. Dan heb je gewoon nog één. Niks nog een gedaan. Kans. Oké, nog kansen. Tadaa! Goed, en vouw maar naar binnen. Oké. Aan één van deze twee kanten komt het gezicht van jouw konijn. En de andere gaan we niet gebruiken. Dus tenzij je twee gezichten van een konijn wil, dat mag ook. Nee, ik doe er één. Ja? Ja. Ik ga deze dus eraf knippen en die andere ga ik bewaren. Okay. Dus die mag ik gewoon laten. Deze knip ik. Mag ik er twee doen? Maak ik twee gezichten? Ja, natuurlijk. Ja, maak een dubbelkoppig konijn. Dubbelkoppig. Van de ene kant een konijntje en de andere kant een kuikentje. Ja, of de staart. Kan je ook een staart aan de achterkant? Of hebben hazen geen staart? Zo'n witte. Oh ja, zo'n fluffy. Hazen hebben altijd een wit staartje aan de onderkant. Dus als je ziet rennen, dan zie je zo'n wit vlekje zo. Dan maak ik een staart aan de andere kant. Ja. We gaan beginnen met zijn gezicht. En voor de makkelijkheid ga ik eerst het gezicht tekenen. En dan pas ga ik hem uitknippen. Anders krijg ik een heel scheef konijn. Dus ik ga op deze zijn gezicht tekenen. Het uitsteeksel ga ik gebruiken als oren. Dus hier maak ik twee hazenoren van. Hazen hebben een hele lange oren. Konijnen hebben iets minder lange oren. En moet het met zwart? Zeker niet. Kan ook een andere kleur. Mag je zelf weten. En het hoeft ook niet met stift, mag ook met potlood. Ik doe met blauw. Nee, ik doe met groen. Groen is mijn lievelingskleur. Dit zijn mijn hazenoren. Nou heb ik ze eerst getekend en nu ga ik ze uitknippen. Dus dan ga ik het tussenstuk knip ik weg terwijl ik ze oren laat ik staan. Ga ik weer een beetje priegelen. Wow. Oren. Ja, wel een beetje scheef. Maar dat is oké, toch? Ja. Zeker. Nou, niemand is perfect. Misschien hoort hij net iets en dan doet ze. Oh ja. Dan stuurt hij ze. Hazen kunnen hun oren zo een beetje bijsturen. Ja, net zoals honden. Ja. Of paarden. En katten doen dat ook. Maar een hond heeft flappe oren, die kunnen niet overeind staan. Dat is schattig, flaporen. Dit tussenstukje wat ik nu heb uitgeknipt, kun je hier ook losknippen. Of, als je daar geen zin in hebt, of dat gewoon veel te veel priegelwerk is, vouw je deze ook als vleugeltje naar binnen. Oh. Dan hoef je niet te knippen. Ja. Dan wordt die steviger ook misschien, of niet? Hij blijft sowieso goed erin staan. Je kunt een heel zwaar ei inzetten. Ja. Een ei van goud. Wel knap als een kip een ei van goud legt. Ja, dan is het een gelukskip. Ja, toch? Een gelukskip. Ja. Gaat het met die van jou, Martijn? Ik vind het wel moeilijk om die oortjes uit te knippen. Ja, dat is een beetje priegelwerk, hè? Ik kom er niet zo goed bij met de schaar. Soms, als je er niet helemaal goed bij kan met de schaar, dan vouw je gewoon die vleugeltjes even een andere kant op. Dan kan je schaar weer wat meer ruimte krijgen. Wat bedoel je? Welke vleugeltjes? Nou, die binnenste vleugeltjes, die kun je nog even een andere kant opvouwen. Ja. Heb je wat meer ruimte misschien. Okay. En als je dan twee oren hebt, dan kun je hem gaan versieren. Dus ogen krijgt hij van mij. Oh. Lukt het? Nee, ik kan echt niet zo goed knippen. Lach je me nou uit? Tada. Nee hoor. Ik lach je toe. Heb jij hem weggeknipt of heb jij hem dubbel gevouwen? Ik heb hem dubbel gevouwen. Zo, naar binnen gevouwen. Ja. Slim. En jij? Ik heb hem er bijna uitgeknipt. Oh. Zo. En ik heb ook een staart. Je staart? Oh, heel leuk. Het is een beetje een scheve staart wel, maar goed. Ja, maar nu kun je dus bij gaan tekenen. Dus ik heb mijn konijn heb ik al een neusje gegeven en twee ogen gegeven. En zo'n rond vakje aan de binnenkant van zijn oortjes. Oké.
En ik heb hem een beetje zoals... heel vaak worden konijntjes die getekend worden, die krijgen altijd zo'n kruisje. Omdat ze zo'n neusje hebben en zo'n mondje hebben. Dus dan heb je een beetje zoals een nijntje. Zo. Ja. Ik heb een lachende. Kijk. Die voor mij is super vrolijk. Ja. Nou, leuk. Wauw, die is echt vrolijk. Ja, hè? Een blij ei. Een blij ei, een blije konijn-ei. Nou, dan kun je hem natuurlijk nog veel meer gaan versieren. Straks na de lessen heb je nog veel meer tijd om misschien nog even te gaan verven zelfs. Of meer te gaan tekenen of in te gaan stiften. En het idee is dat straks dit dus jouw eierhouwer is. En daar kan dan, ja, ik had geen ei meegenomen, maar ik had wel een mandarijntje. Dan kan je ei er zo in. En dan kun je zo je eitje leeg eten. Super slim. Tenzij je niet van eieren houdt en dan doe je het met mandarijnen. Net als ik. Dat kan ook. Of op bananen. Ja, oh, dat past ook vast. Of om een baasei kan natuurlijk ook gewoon een chocolade-ei. Of op je eigen hoofd chocolade-ei. Een hoedje. Nou, en als je dan meer wil gaan maken, ga dan experimenteren met andere vormen. Dus uitproberen bedoel ik. Dus dan ga je ook nog een keertje een kuikentje doen of een baasei of iets anders heel basis. We gaan door naar de tweede. Als je nog niet klaar bent, geen probleem. Leg het even aan de zijkant van je tafeltje. En dan leg ik wel alvast de tweede uit. Hij kijkt namelijk per ongeluk heel chagrijnig. Nou, misschien wil hij wel geen eieren vasthouden. Dat kan. Ja, misschien is hij gewoon, is hij gewoon heel boos inderdaad. Mijn moeder maakte altijd een heel groot paasontbijt. En bij de paasontbijt had ze altijd servetten. En als je dan heel chic bent, dan heb je servettenringen. Dat zijn ringen om je servetten zo vast te houden als het heel mooi is opgerold. Oh ja. Dat gaan we ook maken. Servettenringen. En dat doen we weer met wc-rol. Nee. Heb je daarvoor nodig. Ik laat je straks mijn voorbeeld zien. Ik ga eerst even uitleggen. Jouw wc-rol, die mag je in 4 ringetjes gaan knippen. Dus ik doe dat door hem eerst weer, net als net, hem door de midden te knippen. Dat probeer ik zo recht mogelijk te doen. Heel hard knijpen. Ja, dit is een veel hardere wc-rol. Zo. Pas op. Probeer je vingers. En deze ga je nog een keer door midden doen. Je helft. Ja, het is maar goed dat niet de hele familie op bezoek kan komen, want anders had je er echt heel veel moeten maken. Ja, had je eerst heel vaak naar de wc moeten gaan. En heel veel wc-rollen moeten kopen. Ja, zeker. Dit is jouw servetring. Maar nou is er nog niet zo heel veel aan, toch? Nee. Dat is gewoon een rondje bruin papier. Deze kun je zo mooi en zo sierlijk maken als dat jij wil. Maar wat ik heb gedaan, is dat ik een paar echte paasdingen heb gebruikt. Dus dat zijn paaseieren. Ja. Ik heb viooltjes, want die staan bij ons in de tuin nu. Dus dat vond ik ook wel heel erg paasig. En ik heb een geel bloemetje, want ik hou van geel. Jee. En ik heb ook... Oh, ik had er nog eentje. Oh, nog een paasei. Ja. Wie had er nog niet van paaseieren? Wauw. En daar heb ik ook een paar grassprietjes bij uitgeknipt. Dus wat je nu kan doen, is dat je een mooi tekeningetje gaat maken op papier. Hebben jullie papier in jullie vakje liggen? Nee, maar die kan ik wel verpakken. Ik ga het pakken. Ik heb hier wel wat papier. Wel fijn dat jij je eigen papier hebt. Zo. Ja, die kan je eruit halen. Slim. Ik ga het even pakken op papier. Ga jij je eigen maar pakken. Dus heel pak goed. Thuis ook even een wit velletje papier, als je die in de buurt hebt liggen. Ja. Dus daar mag jij nu je eigen paassymbool op gaan tekenen. Heb je er maar eentje nodig? Ja, je hebt er maar eentje nodig. Je hebt niet zo heel veel papier nodig. En ik heb dit gedaan. Maar je kan natuurlijk ook totaal iets anders op je servetringetje plakken. Misschien wel een kuiken of gaspetjes of een hartje. Of, Ik doe een hartje, is makkelijk. Vlinder. Wat ga jij op je servetring plakken? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Misschien een zon? Ja, zonnetje. Oh. Of ik wil eigenlijk mijn hond Frits tekenen, maar dat kan ik niet zo goed. Je kan het toch proberen? Dat is toch heel moeilijk? Ja, maar... Nu alleen het gezichtje en zijn oren. Dat is gewoon heel simpel. Oké, ik ga het proberen.
Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken. En als je nou hele dikke servetten hebt en ze passen er niet goed in, kun je altijd nog in je ringetje een knipje maken. Dan kunnen ze er wat beter omheen. Of je denkt, ik heb helemaal geen servetten. Nou ja, dan kan die ook ergens anders omheen. Bijvoorbeeld om een mandarijntje. Of een banaan. Of een banaan. Maar wel een heel vrolijk paasmandarijntje. Met jouw hond? Ja, ik heb hem vanaf de zijkant getekend, want anders kan ik die neus niet tekenen. Oh ja, slim. Maar hij lijkt nog niet echt. Met te zien. Ik wil hem wel lijken. Zeker. Kijken. Ik denk dat hij zelf heel boos zou worden als hij dit zou zien. Dan schreef je hem toch een naambordje en zet je Frits erop. Dan weet hij zeker dat hij het is. Oh, dat is wel een goed idee. En dan als je hebt getekend, moet je het uitknippen, toch? Ja, mag je hem uitknippen. Zit jouw hond ook aan het paasontbijt? Ik denk het wel, ja. Ja? Als het niet mag van mijn ouders, dan doe ik het gewoon stiekem. Dan ga ik hem stiekem voeren onder de tafel. Ja. Oh. Doe ik altijd als we heel vies hebben, heel vies eten hebben. Als ik niet lust, dan ga ik hem zo onder de tafel eten zitten geven. Als het maar geen chocola is. Nee. Dat is heel slecht voor honden. Maar hij vindt het wel heel lekker. Chocola? Hij heeft een keer een heel doosje met chocoladebonbons van mijn vader leeggegeten. Maar werd hij toen niet heel ziek? Slecht? Nee, maar hij werd niet ziek, maar hij keek wel een beetje gek. En, oh. Hij keek vooral heel betrapt. Ik heb het uitgeknipt. Gek. Nou, mag je ook, voordat je straks gaat plakken, dat doen we lekker aan het eind van de les, mag je ook je ringetje nog gaan versieren. Dus nu heb je en iets moois om erop te plakken, maar het ringetje zelf kun je ook gaan inkleuren. Oké. Okay. Dus dan kan je echt doen alsof het een paasei is en je alle leuke streepjes en stipjes en kleurtjes erbij. Wat zijn echt paaskleuren, weet jullie dat? Geel. Oranje. Groen. Groen, oh ja, groen. Gewoon hele lichte, vrolijke kleuren. Pastelkleuren. Oh, mooi. Toch? Zeker, pastelkleuren. Wat zijn pastelkleuren? Ja, weet ik niet. Pastelkleuren, dat zijn kleuren die niet heel hard groen of heel fel groen of heel fel rood zijn. Maar die juist heel erg gemengd zijn met wit. Dus dat je het heel zachte kleuren krijgt. Dus dat zijn zachte roze en paars en zacht groen en zacht geel. Kleuren die heel goed bij elkaar passen daardoor. Hmm. En altijd heel vrolijk zijn. En heel lief. Vooral heel lief, ja. Een lieve kleur? Ja, ik krijg altijd wel een lief idee bij. Hmm. Als iets pastelkleurig is, dan is dat vaak wel lief. Als iemand die pastelkleuren aan heeft, dat is een heel lief persoon. Ja, dat hoop je dan. Ja. Ja, goed. Nee, je maakt er meteen een bloemenveld van. Nee, het zijn insecten. Ah, dat zijn kleine lieveheersbeestjes. Oh echt? Die heb je nu heel leuk. Veel. Die brengen geluk, hè, lieveheersbeestjes. Nou, bij mij niet. Nee? Nee. Oh, bij mij wel. Tenminste, daar hoop ik. Ik heb gewoon om en om gedaan. Niet heel bijzonder misschien. Maar ik dacht, met de vlinder is het wel leuk. Ja. Kijk. Ik vind hem heel leuk. Wauw, wat een mooie vlinder. Ja, goed gedaan. Oké. Leg deze even aan de zijkant van je tafeltje. Dan kan je straks na de lessen kan je echt nog meer gaan maken en gaan knippen en plakken en lijm bij gaan halen of plakband. Maar ik ga eerst nog even de laatste uitleggen. Dat is mijn favoriet. Namelijk, met Pasen krijg je vaak paaseieren.
En in sommige paaseieren zit ook weer iets in. Net zoals een soort van kindersurprise. Dus dat zijn een soort van paasei cadeautjes. Dat is wat wij ook gaan maken. Dan gaan we het alleen niet met chocola maken. Maar we gebruiken, ja dat al. Wc-rol! Je laatste wc-rolletje. De laatste. Ja, heel goed. Hier gaan we een pakketje van maken. Een paasei pakketje. Wc-rolletjes kun je heel makkelijk op een manier vouwen dat het echt een soort van klein cadeautje is. En dat je er allemaal dingen in kan stoppen. En dat gaat zo. Namelijk, je begint bij het uiteinde van je wc-rolletje en die ga je door midden vouwen. Dus je echt alsof je de tandpasta eruit moet knallen. Zo. Dus nou is hij aan deze kant. Zo, toch? Oké. Okay. Zij heeft nu echt een mondje. En één van deze kanten, die kun je nu heel makkelijk naar binnen vouwen. Als een soort van, ja, bijna half maandje-achtig. Oh, je hebt wel eens, als je een cadeautje krijgt, heb je wel eens een verpakking die ja, zo is. Klopt. Oh ja, zo'n van sieraden, toch? Ja. Dat er zo'n ringetje in zit of zo. Ja. Nou, en dat kun je dus met die andere, die kan je dan ook er naartoe vouwen. Dus dan moet je een beetje gaan knijpen in maar de puntjes. Maar dan moet een ei in passen een beetje gaan friemelen. Of niet? Nee, het is gewoon een cadeautje die je bij een ei kan leggen, toch? Oh, ik dacht dat het ei erin moest. Ik dacht, oh, dan moet je... Nee, het ei is de omhulsel. Of je doet een klein paaseitje erin, dat kan ook. Chocolade-eitje. Ja. Oh, ja. Goed. En dit doen we precies met de andere kant ook zo. Dus we vouwen hem weer. Ploep. De tandpasta-tube. Zorg ervoor dat hij net dezelfde kant is als je deze doet, anders krijg je, wordt hij verdraaid. Maar misschien is dat juist ook wel weer leuk, hoor. Oh ja. Mag gelijk zelf weten. Ja, maar hij is een beetje scheef. En deze gaat weer naar binnen. Dus bij de vouwlijn krijg je dan het puntje. Dus het is de vouwlijn. En gaat deze ook naar binnen. Soms is het een beetje gefriemel. Dat het niet helemaal heel, maar ja. Dit is jouw pakketje. Woehoe. En wat ik heb gedaan, is dat ik er een paasei op heb gemaakt. Wauw. Een paasei pakketje. En in dat paasei pakketje zit natuurlijk een verrassing in. Zit er iets in? Ja, natuurlijk. Het is toch een verrassingspakketje. Bij mij zit er... Oeh! Wow. Ja! Bij mij zit er confetti in. En er zit een briefje in. Ik had geen paaseieren meer, want die had ik allemaal opgegeten. Maar hier staat een briefje in met fijn Pasen. Fijn Pasen. Dus dit zijn paasei-pakketjes die je dan kan achterlaten op iemands bord of op iemands kussen. Een soort van, ja, net zoals dat paaseieren eigenlijk een cadeautje zijn die je dan ergens kunt vinden. Kun je deze dan weer verstoppen. Ik misschien kan hem vindt iemand dat dan wel. Onder het kussen leggen van ja, iemand. Als cadeau of in iemands schoen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dan trek je een schoen aan en zit daar een pakketje. Oh ja, maar dit is heel hard. Dat kan er wel tegen. Dus ja. Wat ga jij op je... Paasei pakketje tekenen? Ja. Misschien krijgt Frits wel een vriendinnetje. Een vriendinnetjeshond? Ja. Dat zou hij wel leuk vinden, denk ik. Ja. Ga maar tekenen. Laat maar zien wat je op jouw paasei pakketje gaat tekenen. Ik heb paaseieren. Ja. Ik doe weer een vlinder, want dan past het bij elkaar. Of een confetti natuurlijk. Ik doe dat ook vaak als je dan aan het knutselen bent en aan het knippen. Er komen er heel vaak kleine stukjes vanaf. Als je die dan een kleurtje geeft, kun je die weer in je paaseipakketje doen en is het confetti. Oh ja. Confetti is heel makkelijk om zelf te maken namelijk. En ook leuk. Gaat het goed? Ja. Ik had een beetje stift op mijn hand. Ja. Vrolijk. Jezelf een paasei. Ja. Nou is het natuurlijk niet alleen belangrijk wat je op je paaseipakketje doet, maar het is ook belangrijk wat je in je paaseipakketje doet. Dus wat kun je er allemaal in doen?
Nou, paaseitjes. Ja. Paaseitjes. Misschien een bloemetje of zo? Eén sok. Eén sok? Ja, moet je wel een hele kleine sok hebben hoor. Ja. Een beetje proppen. Ja. Of allemaal kleine diertjes, ja, dat is zielig. Ja, dat is een beetje zielig. Of een zakdoek. Een mooie zakdoek. Zakdoek, ja. Zakdoek? Zeker. Of misschien pas zelfs wel je eierhouder. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet geprobeerd. Misschien als je hem heel klein beetje dubbelvouwt, dat je dan je eierhouder erin kan doen. Of het laatste beetje wc-papier voor nood. Dat dan moet je hem op de wc leggen. En dan moet je er wel op schrijven, nood wc-papier. Ja, alleen in geval van nood. Ja. Of je doet een geheim liefdesbriefje erin. En kun je ook bedenken wat je op een briefje zou schrijven er voor Pasen? Of misschien een klein rijmpje of gedichtje of iets anders. Of je doet een schatkaart erin. Ja, een schatkaart. Oh, schatkaart. Dat is een idee. Zeker. En dan moet je ergens anders weer een ander pakketje verstoppen. Want als iemand dan de schatkaart gaat volgen, dat je dan weer dit pakketje wint. Oh ja, dat je echt een spoor gaat maken van allemaal Pasen-pakketjes. Ja, dat is toch vet. Ik ga dat doen. Ik had het ook een keer, hadden ze dat voor mijn verjaardag gedaan. Toen hadden ze mijn cadeautje ergens in huis verstopt. En dan kreeg ik iedere keer weer een aanwijzing waar ik dan moest zoeken. En had je het gevonden? Ja, uiteindelijk lag het ergens in de kast. Nou, op een gegeven moment gaan misschien jouw wc-rolletjes wel opraken. Heb je er niet zo heel veel in huis? Wees dan niet bang om lekker met ander karton aan de slag te gaan. Ik had crackers en daar zaten ook karton omheen. En daar kun je ook pakketjes mee maken. Dus dan kun je ook, ga wat vouwen, ga wat plakken. Dus ga lekker knutselen ermee. Superleuk. Oh, mijn confettikat van rood. Heel leuk, laat het zien nu bij jou. Ik heb een boom gemaakt. En er zit ook nog iemand in de boom. Maar die kijkt ook weer heel boos op een of andere manier. Het tekent alleen maar boze mensen. Ik kan alleen maar hele boze gezichtjes tekenen. Ben jij ook heel boos? Nee. Ja, soms wel. Soms ben ik wel een beetje boos. Ja. Maar als paas is het alleen maar gezellig, toch? Ja, dan moet je niet boos zijn. Ja. Nou, ik hoop dat dit een leuk knutselding was om een vrolijk Pasen, want dat zeggen ze altijd, vrolijk Pasen, te hebben. Nou, een paaseipakketje, een vrolijke houder en een vrolijke servettenring of mandarijnenring, dat kan ook. Ja. Ga vooral lekker knutselen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie gemaakt hebben. Dus maak vooral foto's van en stuur die naar ons op. Hoe sturen ze die naar ons op? Hashtag juf Nina? Nee, niet hashtag juf Nina, thuis naar school. Naar goed. School. Via Instagram. Ja. En dan ook even je groep erbij zetten, want dat is ook leuk. En als je geen Instagram hebt, dan kun je het ook mailen naar... Ja. Groep. En dan de groep waar je in zit. En dan thuisnaarschool.nl. Super. Dat is wat ik wilde uitleggen. Dankjewel. Dankjewel, Jasmina. Bedankt, superleuk. Fijne Pasen. Oh nee, vrolijk Pasen. Heb jij veel broertjes of zusjes? Ik heb één zusje. Oké, dus jij moet er nog eentje maken. Nog één servettering maken. En dan voor je ouders natuurlijk. Ja, precies. Dus ik moet er vier in totaal. Maar ik denk dat ik deze voor mijn zusje ga doen. En dan een schatkaart erin doe. En dan die ergens ga verstoppen. Oh, dat is een goed idee. Ja, vet toch? Ik denk dat ik er allemaal hele kleine snoepjes in doe. En als ik dan honger heb, dan doe ik hem open. En dan kan ik ze zo opeten. Oh ja, maar dan heb je het voor jezelf. Dat is toch niet leuk? Moet je voor iemand maken. Oh ja, dat is waar. Maar dan maak ik er misschien nog eentje. En die geef ik dan cadeau aan mijn zussen. Oh ja, slim. Ja. Oké, okay. Ik vind het echt heel cool. Ik hoop dat ze het leuk vinden. Ja, ik ook. Maar ik moet wel nog even oefenen op mijn vrolijke gezichtjes. Ja. Want deze zijn allemaal heel chagrijnig. Ja, maar misschien moet je er gewoon een vrolijk zonnetje of zo bij tekenen. Dan wordt het vanzelf vrolijk. Oh ja, dat is waar. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga vanmiddag nog even verder. Ja, ik ook. Okay. Eerst nog wc-rollen verzamelen. Ja, snel naar de wc. Vergeet ze niet op te sturen en veel plezier bij de volgende les. Ja, doei. Doeg.